Yo, gasten van Jorrit Morrit Games. En leuk kijken naar deze nieuwe commentary op mijn kanaal. Dit keer geen effecten. Dit keer gewoon meteen wat er is opgenomen. Misschien is het beter, misschien is het wel heel slecht. En misschien had je het gewoon... Ik hoor zelf het geluid van de game niet. Nou, dat vind ik wel irritant. Jullie wel. Dus ja. Zie dat ik BMD doe. Ik faal waarschijnlijk weer. Kapot erg. Kapot erg. Domination. Domination om BMD. Ik ben ondertussen alweer eerst prestige geworden. En ik zit nu in level 30 ongeveer. 30, ja, zoiets. Gewoon spelen. Zo doe ik vaak. Doe ik het ook niet eens. 1 uurtje per dag gemiddeld, denk ik. Soms doe ik gewoon 3 dagen achter elkaar niet. En soms 3 uur. Dus dat is ongeveer 1 uurtje per dag gemiddeld. Altijd lachen. Ja, en ik heb deze sniper net gehaald. Dus ik faal nu minder met sniper. Ik faal nog steeds met sniper, dat je dat even weet. Ik faal minder met sniper. Ja. Dat wil ik gewoon even zeggen. Ik had ook een keer triple kill gemaakt met een sniper. En dan was ik meteen de laatste kill. Ik weet niet wie de laatste kill was, welke van die 3 gozers. Maar 1 van die 3 gozers was de laatste kill. Hier ga ik ook heel snel dood, zie ik. Volgens mij ga ik... Ja, ik heb hier one shot, one kill. Slaggen, maar ik ga hier volgens mij heel snel dood. Volgens mij ook niet lang voor kijken. Doorheen word ik vermoord, sowieso. Ja, dood. Dood. Nou, leuk. Want ik ook gewoon denk wat iemand vermoord. Maar ja, wat ik ook gewoon even wilde vertellen tegen jullie. Ik weet nog niet 100% zeker welke game ik na Half-Life zal doen. Nou, je kan kiezen dus Uncharted. Dat is, wordt het gewoon een playthrough. Die zal niet heel vaak geüpload worden. Of Battlefield 4. Die ga ik sowieso een keer opnemen. Maar dan ga ik die vaak opnemen. Gewoon elke 2 dagen zo'n beetje. Ja, dan mag je zelf kiezen. Dan moet je even samen. En dan moet je in de reacties achterlaten. En liken. En bij... ja. Hitmarker. Altijd lachen hitmarkers, hè. Hitmarker. Altijd lachen hitmarker. Ik schiet echt vaak hitmarkers. Dat is wel kut. Maar ja. Let even in de reactiesaffer. Battlefield is gewoon BF. En Uncharted is UN. En bij de meeste stemmen doe ik Battlefield. En bij de meeste stemmen voor iets anders doe ik Uncharted. Laat dat even hier in de reacties onder, achter. En niet bij andere video's. Als je dat even weet, niet bij andere video's. Alleen bij deze. Ik moet gewoon een beetje de video gaan vol lullen. Want dat was zo'n beetje het enige wat ik wilde zeggen. En dan moet je even achterlaten dus in de reacties. En ik ga hier weer dood. Omdat ik zo faal met de sniper. Ik faal zo erg met de sniper. Hè. Ja, hij ook zie ik. Alleen hij heeft een andere sniper. De Classfield sniper. Die kan ik nu ook kopen trouwens. Ik weet niet. Misschien ga ik het wel doen. Maar deze vind ik in principe nu wel fijner. Ik heb, dit zijn allemaal oude gameplays ook. Ik heb gewoon in 1 keer 6 playthroughs opgenomen of zo. 4. Nou, 4 volgens mij. Come back. Ja, ik heb dus in 1 keer 4 gameplays opgenomen. En dat zijn allemaal dus in dezelfde prestige, dezelfde level. Misschien 1 keer een hoger level, maar dat dead zit ook gewoon dan. Hier is mijn lichaam. Oplag lichaam. Ja, waar zal ik even op schieten? Ja, ergens. Oké, ja. Ik zal wel gewoon een beetje met de game mee praten dan. Ja, dat, ik zie ook wel dat het scherm geen breedbeeld is. Dan moet ik even aanpassen, want anders is het heel irritant om naar te kijken. En ik weet niet wat jullie willen. Misschien zal ik even kijken of ik ook breedbeeld kan doen, want dit is ook wel erg irritant. Dat ik gewoon geen breedbeeld, want ik kan volgens mij ook 16.9. Ik weet niet of dat breedbeeld is, 16.9. Volgens mij wel. Nou, dan zal ik volgende keer wel kijken, ja? Zo, dat is echt een pro-sniper. Eigenlijk valt het wel mee. Hij schoot 4 keer mis of zo. En FAMAS, dat gebruik ik nooit. Ik zag hem net, maar ik gebruik hem nu wel vaak. Het is eigenlijk een best wel fijn wapen, hoor. En weer dood, joh. Ik moet echt niet gaan snipen, dat is echt niet mijn ding. Zeker niet tegen anderen. Ik ga gewoon weer door. Hè. Ik ga best zo koppig, man. Kap gewoon met snipen, joh. Ik weet niet of dit, hoe goed deze kwaliteit is. Ja, en ik schiet weer mis ook gewoon, hè. Nou, ik zal nog wel een keer kijken of ik minder val. Ik neem gewoon een paar op met sniper. En de minst 12e upload ik. Dan heb je tenminste nog een beetje goed beeld van me, hè. Een beetje normaal.
Ja, kijk, dit was zo'n actie wat ik dacht. Ja, zo'n hele korte richt. Dat kan ik nu wel, hoor. Ik kan het wel, hoor. Maar ik moet wel geluk hebben. Zeker met op het local, dan werkt gewoon niet. Als je echt schiet, dan werkt gewoon niet. Schiet je gewoon niet raak. Ook al, als je heel kort richt, je moet echt een lang richten bij local. Ik weet niet, dat pikken ze of zo niet, maar bij multiplayer kan je tenminste kort richten en iemand doodmaken. Maar local schiet je gewoon mis dan, ook al zit precies dat mannetje in het midden bij je richter. Is gewoon zo. Ik ga dus ook nooit local opnemen. Nooit. Misschien ooit een keer. Maar ik ga geen sniper nemen. Ik kan op local gewoon attack dogs halen met sniper alsnog natuurlijk, maar oh kijk, daar komt er eentje aanrennen, je hoort het sukkel, of niet? Jawel. Nee, die is erachter. Laat maar. Ik zie het ook op klein schermpje, hoor. Ik kijk ook met een heel klein schermpje mee. Dood, denk ik. Nee, ik leef nog. Nee, dood. Bam, hitmarker. Ja. Daarom dacht ik dat ik nog leefde. Ja. Maar doe eens leuk, stem even. Uncharted, Battlefield. Ik neem aan dat de meesten voor Uncharted gaan. Ik weet niet waarom. Voel ik gewoon van binnen, diep ergens. Van binnen voel ik dat gewoon. Maar als ik geen andere game heb, dan zal ik na Uncharted sowieso vaker Battlefield gaan uploaden. Want Uncharted doe ik wel veel. Dat doe ik wel 30 afleveringen over, denk ik. Ja, met je bompak. Met je bompak. Ja, die vindt zichzelf als een hele pink met zijn bompak. Dood, hè? Ik ga dood. Ik ga sowieso dood. Ik ga echt dood, ik voel het gewoon. Ik weet het niet meer, hoor. Dit zijn hele oude gameplays. Ik kan echt niet richten, man. Zeker op dit filmpje kon ik echt niet richten. Nou ja. Dan niet richten, dan richt ik maar schil. Kijk. Hier kun je wel goed richten als je zo schiet. Dan kan je wel redelijk goed richten. Ik weet niet of de Kings of 7L Clan Challenge kijkt. Ik weet niet wie dat allemaal doen. Ik kijk het wel. Ik vind het echt leuk. Ik vind het altijd lachen, die Clan Challenges. Dude. Die sniper van hun is wel pro. Dat is wel een goede sniper. Echt een goede sniper. Hè? Ik ga voor mijn Kiparis. Eindelijk. Dat werd tijd, man. Ik heb hem zelf nog niet. Ik moet er nog 15 levels of 12 levels of 10 levels. Zoiets moet ik omhoog nog om Kiparis te hebben. En dan heb ik hem weer en dan ben ik blij. En dan neem ik ook een ander pak dat ik kogels van de grond kan pakken. Maakt niet uit van welk wapen het is. Allemaal goed. Allemaal goed. Als het maar iets in de buurt heeft van kogels. Maakt niet uit wat voor wapen. Ik kan elke kogel van de... Ik weet niet hoe dat ding heet. Maar die ga ik sowieso nemen. Met Kiparis. Want je weet het misschien niet. Maar ik heb veel te weinig kogels met Kiparis. Ik heb wel een keer met Kiparis 14-0 gestaan. Ik weet niet of je het weet. Ik weet niet of je het überhaupt weet. Dan zal ik wel even een fotootje monteren. Aan het einde van de video staat 13-0. Ja, dat daarna. Ik had gewoon een foto gemaakt dat ik een leuk 13-0. Ik voel mezelf nu een hele bink. Ja, dat vond ik wel. Cool. Gewoon 13-0. Sorry, ik was even stil. Is niet erg, hè? Nee, hè? Mag soms. Oh god, er staat iemand voor het raam te springen en ik zie hem niet eens. Ik heb wel echt slecht beeld daar, want ik zie het nu ook op een mini-schermpje en ik zie het ook gewoon. Maar die intellation staat uit. Dus. Of aan, bedoel ik. Maar ik zie zelf nog niet. Die installeert het pas als de video wordt gemaakt. Dus niet op het scherm dat het direct weergeeft. En dat is best wel irritant soms. Maar ja. Ik heb 14-0 gestaan. Ik zal het jullie laten zien. Nou, ik kan eigenlijk alleen maar laten zien op 13-0 gestaan. Maar ik heb ook 14-0 gestaan. Toen heb ik op het einde 39-4 gestaan of zo. Nou, ik vond het wel goed. 13-0. Ja, dat is goed toch? Ik zie hier toch wel. Ik bang, of ik concussion mezelf. Dat is heel slim. Dat is heel slim, joh. Hij had fucking mijn Kiparis ook nog eens aan. En toen pakte hij zijn sniper weer.
Ja, er liep serieus iemand van de vijand. Je draait echt slow als je richt. Dat is wel kut. Dat vind ik wel jammer. Nou, aan de ene kant is het wel heel handig. Moet je gewoon niet... Ja, ik zag hem wel. Maar toen klom ik. Nou, mooi. Dan kan je hem ook niet doodschieten. Nee, dan kan je hem ook niet doodschieten. Nee, ik zie hoe lang gaat het nog duren. Niet zo heel lang meer. Nou, is mooi. Ik weet niet welke pijn er staat. In ieder geval, veel deaths, weinig kills. Ja, volgende gameplay weer. Die daarna, misschien niet. Maar dan ben ik er. Misschien is het anders. Misschien is het wel helemaal niet anders. Misschien is het nog wel erger. Maar, ja. We zijn ook achter. Ik verlies dit ook. Dit potje win ik ook niet. En het komt mede door mij. Het spijt me dat ik zo slecht ben. Kijk dan, die fucking irritante kut sniper. Hij doet gewoon echt bam, dood. Ja, ik faal niet. Ja. Was ook trouwens met mijn Kiparis, hè. Met mijn Kiparis natuurlijk. Met mijn Kiparis had ik... stond ik zo hoog. En niet met een ander kutwapen. Ja, en ik maakte 2 kills en ik vond het meteen een geweldige plek. Tuurlijk, joh. En het potje is bijna afgelopen. Ziet hem dood. Of hij had mij, ja natuurlijk, hij wist dat ik er zat. Moet je ook niet blijven liggen, hè, snuggere body. En met mijn autootje, en die ontploft natuurlijk. Of niet? Ontploft hij? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Nou, daar kan ik dus niet langs met mijn autootje. Hij ontploft vanwege victory, of niet? Ja, ik kan hem dood met een bompak. Als je echt onder hem eruit is, dan kan je hem wel doodmaken met een bompak. Nou, dat is mooi. Dat is mooi. Mooi om te weten. De wiet, geweldig. Onderaan, ik kan het niet lezen. Wel, in ieder geval, niet veel kills. Veel deaths. Niet veel kills. Maar, ik ben geen sniper. Ben ik niet. Moet je naar X-Mod Snipe X staan. Die gozer die je wel eens ziet, is online. Nou, hij is een sniper. Niet ik. Ik heb geen diamond sniper. Hij wel. Maar ja, dit is alweer het einde van deze video. Dus vanaf jullie een groen duimpje abonneren. Mijn kanaal en weer kijken naar een nieuwe commentary. En naar allemaal andere video's. Doei. Samen met God zij dankjewel.